Hallo, welkom bij EJB Vlog. Mijn naam is Simon van der Linden, uitgever van het Nederlands Juristenblad. In deze vlog ga je kijken naar auteur Bart Bierens. Die gaat je wat vertellen over zijn artikel Veranderend betaalgedrag vanuit een juridisch perspectief. Kan het contant geld al worden afgeschaft? Mijn naam is Bart Bierens. Ik werk als jurist bij Rabobank in Utrecht. En daarnaast ben ik verbonden als hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meer in het bijzonder het Onderzoekscentrum voor Onderneming en Recht. En daar weer het Instituut voor Financieel Recht. Dus dat is daar een onderdeel van. Mijn artikel gaat over veranderend betaalgedrag. En dat is een thema waar eigenlijk iedereen in de praktijk mee te maken heeft. En wat ook eigenlijk iedereen in de praktijk wel observeert. Dat tot eigenlijk een paar jaar geleden betaalden mensen met papiergeld of met munten, het contant geld. En eigenlijk is dat helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Zelfs bij de voetbalclub reken je alles met plastic af. En ik was eigenlijk wel benieuwd om te inventariseren wat de regels waren en nou die achter deze ontwikkeling schuil gaan. Dat heb ik geprobeerd in kaart te brengen en dan loop je langs een aantal regels die ook nog verschillende doelstellingen met zich meebrengen. Een aantal regels die over het betalingsverkeer gaan hebben betrekking op innovatie, proberen nieuwe betaalvormen te stimuleren. Een aantal andere regels die ook op het betalingsverkeer van toepassing zijn, gaan eigenlijk over het tegengaan van de schaduweconomie, het vangen van criminelen, het op het spoor komen van criminele betalingen. En daarnaast zijn er ook nog weer een aantal regels die juist er tot doel hebben om het betalingsverkeer toegankelijk te houden. Zowel het giraal betalingsverkeer als het contant betalingsverkeer. En tegen die achtergrond hebben we natuurlijk ook nog de actualiteit van cryptomunten waarover heel veel te lezen was. Of is. Het is nog steeds een buitengewoon actueel onderwerp waar heel veel over gezegd werd. En het viel me op dat ik het niet met alles eens was. En ik dacht, laat ik daar eens een artikel over schrijven en de regels inventariseren die bij dit onderwerp passen. De directe aanleiding was in de eerste plaats vanuit het onderwijs gedreven. Ik geef over dit onderwerp een college en ik vond het buitengewoon interessant om daar ook iets over te schrijven en dit artikel daarvoor te gebruiken. De tweede reden is dat het ook aansluit bij wat ik in de maatschappij zie en ook veel over lees, bijvoorbeeld ook in kranten, waarin diverse vragen werden opgeworpen van wat is nou precies een wettig betaalmiddel. Dus ik dacht dat ook een artikel over dit onderwerp wel aan zou sluiten bij een maatschappelijke behoefte. En in de derde plaats denk ik dat het voor eigenlijk iedere jurist toch ook wel goed is om over zo'n letterlijk alledaags onderwerp iets meer te weten en in een juist perspectief en een breder juridisch perspectief te kunnen plaatsen. Wat ik de lezer vooral wil meegeven is dat binnen de huidige kaders van de wet er veel mogelijk is. Dus dat het mogelijk is om het gebruik van contant geld terug te dringen en meer gebruik te maken van de girale betaling. Maar dat daar wel echt een grens aan zit. En het meest aansprekende voorbeeld vind ik dan toch het doen van betalingen aan de balie bij de gemeente. Waar bijvoorbeeld iemand zijn paspoort komt ophalen. Je ziet dat steeds meer gemeentes geen contant geld meer accepteren. En ik denk dat dat net één stap te ver gaat. Daar heeft ook de toezichthouder, de Nederlandse Bank, zich kritisch over uitgelaten. En in mijn verhaal onderbouw ik dat en geef ik aan waar die grens ligt. En helemaal tot de kern teruggebracht. Geld wordt door iedereen gebruikt binnen de samenleving, ook mensen in een zwakkere positie. En zeker als het gaat om een product zoals een paspoort, moeten die ook, als het erop aankomt, uiteindelijk met contant geld kunnen betalen. Ja, er is nog één thema, eigenlijk argument dat ik wil toevoegen, wat uiteindelijk niet meer in mijn artikel is behandeld. En dat gaat over waardeperceptie. Als betalingen steeds meer giraal gaan en je dus geen munten en biljetten nog meer in je handen hebt, hoe leer je dan bijvoorbeeld kinderen omgaan met de waarde van geld? En dat is toch wel een argument wat ook in de literatuur wel is aangedragen. En zeker als ik daarover nadenk, dan is dat wel ook een belangrijk onderdeel van veranderend betaalgedrag. Hoe leer je je kinderen omgaan met geld? En dat is eentje die ik nog wel wilde meegeven. Je keek naar de vlog van Bart Bierens, die ons vertelde over zijn artikel Veranderend betaalgedrag vanuit een juridisch perspectief.
kan het contant geld al worden afgeschaft. De auteur beschrijft eigenlijk de ontwikkeling naar een cashless society, zonder munten en bankbiljetten. Hij verkent dit vanuit een publiek en privaat rechtelijk perspectief, maar ook en zeker vanuit de optiek van betalingsverkeer als instrument voor de overheid. Denk daarbij aan onderwerpen als voorkoming van uitsluiting van zwakkeren, het opsporen en bestrijden van criminaliteit en de uitvoering van monetair beleid. Ontwikkelingen die erop wijzen dat het gebruik van contant geld verder zal afnemen en zal worden beperkt. Meer weten over dit interessante artikel, lees het in het EJB.